En jij bent zo, vandaag is het zover. We gaan naar Denemarken! Denemarkse vlog, mensen! Op mijn kanaal, mijn naam is Joshua en ik krijg goed bij kijken naar een goed nieuwe vlog op mijn kanaal. En jij bent zo, vandaag is het zover. We gaan naar Denemarken! Dat betekent wel dat ik afstand moet nemen van mijn kamer voor de komende 4 dagen. Mijn bed is niet zo erg mooi opgemaakt. Doe ik het nooit, waarom zou je bed opmaken als je morgen weer bijvoorbeeld bed weer helemaal op hoop ligt? Dat is mijn reden waarom ik het nooit opmaak. Een andere reden, mensen, is dat ik mijn katje moet verlaten voor 4 dagen. Chris? Ja? Ga je me missen 4 dagen? Hé? Hey? Waarom doe je dan zuchten? Je cameraatje. Hallo? Ik ben Mila en ik moet Basje missen. En dan niet dat ze me mist. Maar ze willen kijken naar over 4 dagen. Maar mensen, we hebben de spullen al ingepakt. Dat zijn spullen. En hierin zijn spullen. Dus voor mijn gevoel kunnen we gaan. Maar even wachten op 2 andere mensen. Mijn zus en mijn zwager. Die komen natuurlijk niet in de vlog. Dat willen ze niet. Maar maakt mij niks uit. Koos. Oude papieren, ja. Oude koosje, ja. Is dat niet iets koud voor je voeten? Lekker. Hoi. En mensen, we hebben de eerste stop. We staan hier te wachten. Dus lekker verder. Na 2 uur zijn we gestopt eventjes. En dan kunnen we weer verder reizen. Naar Denemarken. Ik heb een belletje gestopt, mensen, als je nog niet gezien hadden. Mensen, ongeluk! Die gommie, ik zag niks. Wat is gebeurd? Huh? Ah, het gaat over mijn hand. Waar gaan we wat? Ben je man? En dan moet ik even wachten voor de wc te gaan. En dan moet ik naar de wc toe. Mensen, er is eentje groen. Ja. Godverdamme, wat zit er voor de wc? Daar ga ik dus niet in, hè? Daar ga ik niet even in. Daar ga ik niet in. Nee, dat ga ik gewoon niet doen, nee. Een smerige wc, man! Beter wc, mensen! Mensen, Denemarken, nog 1 kilometer! Kijk, mensen, dat staat aan Wielersnitsen! Denemarkse vlag, mensen! We zijn er bijna! Nog de... Denemarken! Daarna zijn we bij het huisje aangekomen. Ik zal even een room tour geven. Welkom in het huisje, mensen. Okay. Dit is een badkamer, mensen. Zie je, een wc, niet echt veel bijzonders, een mooi spiegeltje. Mijn haar goed doen en dan is het een heel knap jongetje. We gaan door en dan lopen we gelijk mijn kamer binnen. Dan zie je mijn kamer met mijn koffertje. Ik heb al een beetje de telefoon neergelegd, mijn kabeltje, dingen. De metaaldek heb ik ook zelf meegenomen, ja. En ik heb een kastje al ingeladen met mijn laptop en tas. I know. Wil je mijn kamer zien? Tuurlijk. Wat zit ik hierachter? Iets mysterieus. Ja. Hier slaap jij dan, hè? Alleen? Ja. Maar mijn. Hier slapen mijn ouders. Ik heb een Dit is de kamer van mijn zus en mijn zwager. En nu kom ik gelijk bij de coolste dingen aan. Ik zit gelijk bij het bad. Kijk, hè? Hier. Ik zou niet op Daar gaat het water aan. Oh, kijk hier, mensen. En dan nog een dikke sauna. Ze is een spiegeltje. Houden we, hè? Okay. En stel, je zit hier. En er zit iemand daar te chillen. Wat? Trouwens? Je zou toch je eigen trouwens niet de vlog onderbreken, mijn vlog? Sorry. Je zou me onderbreken. Je zou maar je eigen doorstrekken. Je zit hier te chillen. Zit iemand hier in een hoekje, heel creepy. Dan kom je hier uit. Komt hier eruit lopen. Zit hier, oh, hallo. Zo.
Ja, of daar. Daar is ook heel creepy om te verstoppen. Dus we gaan. Oh, ik ga nu goed. Naar de volgende. We gaan nu naar de woonkamer. Die is de deze kant op. Ah, mama zit dus even in de woonkamer. En hier is dan de keuken, mensen. De keuken om al je dingen te doen. We hebben zelf een vaatwasser met een oven. Dit is de eettafel. Ah, papa zit hier heel stiltjes in een hoekje te zitten. In de bankie. Ook echt chill. Nu gaan we naar de tuin. Dit is de buitentafel. Een barbecue. En een zandbak. En een schommel. Hier kun je ook gewoon lekker buiten zitten. Lekker rustig, toch? Lekker rustig, even lekker buiten zitten. We lopen even een stukje verder. Tuin in. Ongelooflijk dat dit allemaal voor ons is. Dit is een vuurkorf. Dit hebben we ook thuis zelf gemaakt. En dat zijn stoeltjes van steen. Kijk eens hier. Kijk mensen, het is gewoon prachtig dit plaatje. Het is gewoon prachtig. We lopen even een heel eind tijdje helemaal daarheen. We moeten helemaal daarheen lopen eigenlijk. Om nog iets speciaals te laten zien. Oh, dit hebben we zelf ook nog gezien eens. Kijk eens, we kunnen lekker hier lekker chillen. Je kunt er twee mensen nog zitten. Niet veel, bijzonders eigenlijk. Je zag gewoon Noah rennen daarheen. Ach, wat? Dat is een kind. Nee, dat wordt echt, hè? Ik. Ja, pas me, kom je niet in? Ik? Pas me, ga maar. Netjes, hè? Ja, nog netjes houden. En hier kom je dan aan de kant van het huis uit. Oh. Een airco. Iets van dit is. En nog een klein tafeltje voor 4 personen. Ook helemaal mooi. Dus dan hebben we de roomtour gehad. Lekker een huis. Oh, trouwens, we wonen op 22 Jamba. Een schuur. Ja. Er zit Noah. En wat vestpulletjes. Wij wonen op 22 Jamba. En dat is dan. Komen we weer het huis in. Dat is dan het huistour. Nou, mensen, ik heb al mijn editprogramma of mijn editplek gevonden. Hier buiten. En daar zit papa. Zit je daar lekker? Asbak. Nou mensen, ik moet zeggen, we hebben hier even lekker gegeten net. We hebben hier lekker gegeten hier binnen. En in de schuur zitten bij, we hebben zo hele leuke dingen. Cricket, water, pistolen. Daar gaan we Noah en ik deze vakantie sowieso gebruik van maken. Dat zou echt geniaal zijn. Dinsdag zal mooi weer worden, maar dinsdag gaan we naar Legoland. We kunnen nog altijd daarna even een watergevecht houden bijvoorbeeld. Waarom niet toch? Als we toch hier zijn, waarom niet gelijk een watergevecht? Dan kunnen we gewoon lekker, als het toch warm worden. Was er mee? Kijk eens, Daniel. Waarvoor is die? Af te drogen. Oké. Mijn mensen, weet je wat ik al het beste vind in dit land? Dus de sauna. De sauna vind ik het vetst. Kijk. De sauna. Hier ga ik sowieso een keertje van gebruik van maken. Ga ik lekker met de GoPro zitten. Deze camera, neem niet goed, een camera van 500 euro. Bestendig is van hitte. Zou wel vet zijn. Hey, daar loopt mama. Ik ga wachten tot mama terugkomt. Dat is nog heel lang de duren, denk ik trouwens. Maar ik besef dat de mama net de deeg gaat opmaken. Lampje uit. Weer lampje uit. Zo. Niet hier! Ja. Ik
Ja. Oh, je hebt sowieso kast. Net zoals ik. Ja. Maar iets breder volgens mij. Dan nog eentje. Nog één. Hiernaast. Kijk. Oh, nog één. Ja, ik zie hem. Ja, ik heb maar één. Nou, dit is de vlog van vandaag. Ik ga slapen op mijn nieuwe kamer. De mensen van de FCO zeggen, ik ga slapen. Dus ik heb nog één ding zeggen mensen voor de vlog. Dus mensen gewoon lekker. Mensen, eerst doen. Bedankt!